Hey Eva. Hi. Hi, je bent Ja. er. Nou, echt, wat ik gezien heb, is weer echt weer next level, hè, voor jou. Table for one, toch? Ja, Ja. table for one nog Ja. steeds. En is dat nou, ja, voor jou moet dat inderdaad ook net als met Mathieu, Charles, moet dat ook wel weer bijzonder zijn om daar een vertaalslag van te maken voor een online versie. Hoe is dat je afgegaan eigenlijk? Ik vond het best wel een uitdaging. En dat is vooral omdat, ja, ik vind het zo fijn om mensen voor me te hebben Ja. waarmee je dat gesprek aangaat. Dat is waarom ik het theater in ben gegaan. Dus ik moest echt nadenken, oké, de mensen die dit gaan zien, wat wil ik dat zij wellicht kunnen voelen? Of in ieder geval een beeld geven van wat ze kunnen verwachten als ze straks de hele voorstelling te zien krijgen. Ja. Dus dit was een aangepaste versie waarin ik het belangrijk vind om in ieder geval te laten weten wat er zo'n beetje muzikaal te doen is. En ja, ook een beetje kennis te laten maken met mij als karakter. Ja, Table for One is natuurlijk, gaat ergens. Ik graag vertel, ik deel dat even met ons. Waar gaat het over? Table for One is, gaat er eigenlijk over hoe het is om alleen te zijn. En eigenlijk, ja, wat ik ook in mijn stuk net liet horen, dat mensen ervan uitgaan dat dat samengaat met eenzaamheid. Ja. Terwijl dat nu in deze tijd van corona natuurlijk voor heel mensen wel zo ervaren wordt, maar in de tijd van pre-corona, om het zo maar te Ja. zeggen, gingen ze daar ook al van uit dat je alleen dat daar een soort van taboe op is. Als ik in mijn eentje uit eten ga of in mijn eentje naar de film. Of dat iedereen je zielig vindt omdat je al 4 verjaardagen, zeg Ja. maar, in je eentje opkomt dagen. En dat ben ik een beetje zat. Dat vind ik irritant. Om iedere keer die vragen te moeten beantwoorden waar hij nou blijft. Of is het misschien een zij? Ja, het is irritant. Dus vanuit dat idee dacht ik, oké, de titel is wel duidelijk. Het is Table for One. En toen ik mijn idee pitchte bij jullie, bij Right About Now, Ja. toen was dat ook omdat ik van dichtbij heb ervaren en gezien heb wat eenzaamheid met iemand kan doen terwijl die omringd is door mensen. Dus er zit ook een heel persoonlijk Ja. verhaal achter. Ja. Wat is dat dan? Of dat ik wil je dat niet vertellen? Ik hoop het wel, eigenlijk. Wat is Ik. dat persoonlijk verhaal? Ja, dat vind ik lastig om te delen. Als je hebt, het is een safe space, dus als je het niet voelt, moet Nee, je het ik niet denk dat doen. dat is iets is wat mensen in de Moeten voorstelling voelen. vertel ik het wel. Ja. Maar nee, dat. Maar dan is er wel één ding wat me heel erg, dat stand out really, basically, is dat je zei, some people, je had het over some people, an opportunity to never come back. Zoiets zei je. Ja, iemand die vertrekt. Het heeft Wat wel is te dat maken dan? met iemand die overleden is. Ja, Ja, ja. ja. Dus, en de eenzaamheid die je ziet als iemand weet dat die gaat vertrekken Ja. en niet meer hier in fysieke vorm terug kan komen. Ja. En dat is een ander level van eenzaamheid dan wat mensen nu ervaren. Ja. Terwijl ik denk dat in deze tijd, nou, het is wel zo dat zoveel mensen zich zo alleen en Ja, het zit in eenzaam het voelen. En kwadraat het is ook eigenlijk. echt zo. Ja. En dat was wel, ik had het er toevallig met Maarten van Hint over. Die stuurde mij een artikel over dat ze daar echt onderzoek naar doen. Dat die pijn, het is echt fysieke pijn. Zeg maar, ze hebben er bij muizen een of ander onderzoek gedaan dat de muis er dus niet voor kiest om naar de andere muizen te gaan vanuit geluk of vanuit, maar om de pijn te ontwijken. Daar kwam het een Van beetje lo being lonely. van being lonely. Ja. Ja, en nou zijn we geen muizen. Dus, Maar dat maar gaat dus ja. dan ook niet alleen over alleen zijn, maar ook over loneliness Juist. eigenlijk. En dat zie je nu ook, denk ik. Dat mensen die toch. Want je kan in een relatie je ook heel eenzaam voelen. Yes, ja, helemaal. Toch? Dus dat, ja, Ja. dat is lastig. Ja. Hey, en je hebt gekozen om het Engelstalig te doen. Ja.
Ik twijfelde nog een beetje. Maar ik zat daar en ik dacht, ik ga het in het Engels doen. Want later was ik op Instagram Live. En toen begon ik in het Nederlands. En toen kwam in één keer mijn nicht uit Texas in de Instagram Live. En toen ging ik in het Engels praten. En nu dacht ik, ja, het is eigenlijk leuk als iedereen me kan verstaan. Ja. Iedereen die Engels spreekt. Maar iedereen die ik ken, die verstaat het. Ja, dus dat gaat ook echt werkelijk, wat jou betreft, ook over hoe ver wil jij het bereik laten zijn van de verhalen die je delen wilt. Ja, feitelijk. Er is geen einde aan dat bereik. Nee, oneindig, hè? Ja. Ja. Hey, je had het er net al over van ja, toen ik een pitch deed. Ja. En dat ging natuurlijk over Flying Solo. Ja. Ja, hoe is het je afgegaan? Zeker ook nu met COVID-19 en ja. Alles en zo. Misschien moet ik er iets over vertellen. Misschien over moet je er iets ja, over vertellen, ja, want de mensen thuis, die weten niet waar niet, het is. Ja, nou, we hebben elk jaar gekoppeld aan het Ride But Now Festival, mogen makers, nieuwe makers, een pitch doen. Voor het Flying Solo. En Flying Solo gaat met name over going solo en fly around the world. Dus het heeft ook een koppeling en exchange in die zin. En het gaat basically over het ontwikkelen van een solo. Die de maker zelf heeft bedacht. Jij bent geloof ik de zevende. Dus, dat was een tof jaar om COVID-proof ja. te doen. Want je zou in mei zou jij in première gaan. Ja, mee. En ik zou naar Engeland gaan ja. voor een residency en naar Brussel. En dat is niet gebeurd. Nee, dat is niet gebeurd. En veiligheid en gezondheid boven alles. Dus je kan ook mensen op een andere manier bereiken, maar... Maar het werk is doorgegaan, het ontwikkelen van ja. de solo is doorgegaan. Ja, en het thema ja. is ook nog veel... Nou ja, het voelt nu des te belangrijker om het te delen, mm-hmm. of zo de voorstelling. En nou ja, we zijn ook echt aan het kijken naar niet alleen... Ik wil niet alleen dat... Vorig jaar hebben we de try-outs gehad. En nou, er waren mensen die erg geraakt waren door de voorstelling en door het verhaal. En toen dacht ik, ja, en dan gaan ze nu naar huis met dat gevoel. En thuis voelen ze zich misschien nog steeds wel verdrietig of eenzaam. Dus ik vind het ook belangrijk om daar iets omheen te bouwen. Waar zit je aan te denken, bijvoorbeeld? Nou ja, om voor een manier voor mensen om verbonden te blijven. Of om in ieder geval te kunnen laten weten hoe ze zich voelen. En dat een ander daar, als hij in behoefte heeft... Ja, dat raakt eigenlijk een beetje... Ja, dat raakt een beetje ook wat je doet naast... Je kunstenaarschap, ja. feitelijk, is dat je ook heel erg in, nou ja, feitelijk in de wereld staat als educator, als, ja. Klopt. Ja. Ik werk ook in het onderwijs. Ja. Ja, en dat komt omdat ik geloof in de toekomst. En dat verschil kan je alleen maken als je er wat voor doet. Ja. En dat doe ik door heel veel liefde en passie te stoppen in de jongeren die dat het meest verdienen. En die ook nog eens het allerleukste zijn om mee te werken. En daarbij, ja, weet je, ik ben vorig jaar met mijn leerlingen ook een samba-band gestart. Net zoals mijn broer die jaren geleden met ons is gestart. En dat soort dingen, dus het kunnen doorgeven. En daarom vind ik het ook belangrijk om mij als... artiesten blijven ontwikkelen. Ja. Want hoe meer ik daarin groei, des te waardevoller ik ook ben als mens en als docent voor de jongeren die ik les mag geven. Ja, ja. ja. Dus dat is ook wat je als laatste, wordt weer gezwaaid, oh. is dat is ook waar je het over hebt als je toen jij sprak over ik als kunstenaar en zeker met Table for One, zoek naar een verbreding in een platform waarin je eigenlijk ook het gevolg van het effect wat je doet met het delen en het presenteren van dit werk, het gevolg bij het publiek, bij je toeschouwer, mm-hmm. daar wil je ook plek voor maken. Of ja. in ieder geval een
gesprekpartner in zijn. Precies. Zij hebben naar mij geluisterd, dus dan vind ik het niet meer... Ja, ik weet niet. Het voelt logisch om dan iets te creëren waarin je naar elkaar kunt gaan luisteren. Ja, ja, ja. En niet iedereen hoeft er behoefte aan te hebben, hè? Want sommige mensen willen ergens naartoe gaan, kijken, naar huis gaan en ook de deur weer dicht doen, dan is het klaar. Ja. Maar voor degene die dat wel interessant zouden vinden, dan... Ja, ik ben wel aan het kijken naar een vorm waarop we dat kunnen faciliteren. Ja, en zie je dat als iets wat live is of... Of juist digitaal, online? Of ik zag hoe zie het dat? Voor corona. Even voor de mensen die kijken. Ja, dat, misschien dat dat. Ik zag het echt voor me om dat live te doen. En ja. Nu denk ik, ja, we moeten denk ik naar ouderwetse kettingbrievensysteem. Of ja, Zoom calls kan ook. Maar kaarten schrijven of brieven schrijven. En op die manier niet weten wie je raakt. Dat lijkt me ook heel... Heel tof. Ja. Dus ik weet het niet. Er is nog geen antwoord op, maar die behoefte is er. Ja. En meestal als ik dat voel, dan doe ik er ook wel iets mee. Tof. Ja. Leven na Table for One eigenlijk. Ja. Ja. Oké, tof. Dank je. Jij bedankt. Ja. Leuk. Yes.